Wereldwijd rond 30-40% van al het eten wordt weggegooid. Rond 10 uur ging ik met de bakfiets naar de Javastraat en ging langs al die kleine supermarkten die daar zijn en vroeg of ze eten over hadden. Ik heb best wel wat meegekregen. Net is een groep aangekomen van vrijwilligers om 3:30 die begint met koken. Om 6:30 komen bezoekers eten. Ik ben Lara, ik doe de coördinatie van Taste Before You Waste. Taste Before You Waste is een stichting en wij focussen ons op voedselverspilling en hoe je consumenten bewuster kan maken. Dat ze minder weggooien, bewuster consumeren. In de westerse wereld hebben we heel veel eten, maar er zijn echt mensen die niet genoeg eten hebben. En het is zowel een sociaal probleem, maar ook dat het milieu heel erg onder lijdt. Wereldwijd rond 30-40% van al het eten wordt weggegooid. In Nederland is het ook rond 40%. En we weten het al heel lang. Maar je ziet dat er weinig veranderd is. Wij doen verschillende activiteiten van weggeefmarkten tot wasteless dinners. Het is een soort van alternatief restaurantje. En dat is alles op donatiebasis. En we willen het op donatie houden om iedereen te betrekken. Iedereen de mogelijkheid te geven om in contact te komen met het probleem.